actualiteit en ook het Eurovisie Songfestival, want je gaat het nu presenteren. Dat is heel uitzonderlijk. Voor de eerste keer. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen eigenlijk? Wel, ik heb het zelf ook nog niet helemaal door hoe ze dat nu precies gedaan hebben. Ik ben ooit één keer daar geweest, in 2004. Ja. Toen was ik er voor Radio 1 als reporter. Toen werkte ik vooral als reporter bij Radio 1. En ik ben altijd wel wat fan geweest en ik vond dat altijd een heel erg leuk circus. Ja. Maar dat ze nu net bij iemand van Radio 1 uitkwamen is toch wel uitzonderlijk, omdat Radio 1 meestal toch ook gaat over financiële dingen of over nieuws en sport en wat cultuur, een beetje serieuze werk. Ja. Maar ze belden en ze vroegen om een test doen. En die test die was niet vorige week, maar de week voordien. Ja. En die ging zo goed. Ik zat samen met André in een klein hokje en we moesten doen alsof het echt het Eurovisie Songfestival was. André Vermeulen, we zien hem trouwens hier in beeld. De dat Eurovisie ging zo Songfestival. Goed. Alsof we het al jaren samen deden, dat ik ook al voelde tijdens de test van morgen bellen ze me en zeggen ze, je mag het doen. Je had daar stiekem wel op gehoopt een beetje. Omdat ik het zo leuk vond. Altijd wel leuk vond. Ik vind het een heel erg leuk evenement. Ja. En ik had ook altijd wel gezegd toen ik bij de VRT begon te werken tegen vrienden, al lachend, van als ik ooit nog maar een beetje in de buurt kom van André Vermeulen, dan stop ik. Dan geef ik mijn ontslag, want dan heb ik mijn hoogtepunt bereikt. Het raar is dat jullie niet naar Düsseldorf gaan. Jullie geven commentaar vanuit Brussel. Dat is een keuze van de VRT, omdat het is heel erg duur, niet Düsseldorf, hè, want dat is heel dichtbij dit jaar. Maar de omroepcabine die je moet kopen, moet betalen, kost de VRT zoveel geld dat we vinden van we moeten ons geld ook goed besteden bij de VRT. We zijn een openbare omroep, betaald door de belastingbetaler. Dus af en toe moet je een aantal keuzes maken en je kan dat even goed en misschien zelfs nog beter vanuit Brussel zijn. Oké, maar wij gaan nu kijken naar de Russische inzending in wereldpremière, zal ik maar zeggen. Alex Sparrow en Get You! Рассвятая на родимую сторону. I choose my words like wise men do, and tonight I'll get you right. I roll my world like great men do, and I fight for mine. And you look so good on the floor. Lost my mind somewhere between your face and your perfect shape. Found a pleasure watching you having fun, falling around. And you look so good on the floor. Put my mind in a dirty zone. When they talk, let them talk. You know I'm running, I'm gunning for you. No, I'm gonna get you. I know you, you want me to. Girl, you blow me away. Want you here with me. Girl, you blow me away. I want you to stay. Yeah. Belgium, if you wanna have fun tonight, just scream. No. Me too.